geachte kijkers en luisteraars, de lobby, San Nambrada en Angasisa. Ik ben er als president om jullie te informeren over het tragisch nieuws wat wij als land net binnengekregen hebben als samenleving, maar ook als regering. Namelijk dat op het concessiegebied van het goudmijnbedrijf CGN net een schacht, een soort professorische tunnel, wat Olo, Pedeman Bediki, voor Fengoutu. Dat die schacht is ingestort. Het tunnel in Pikankar zo is ingestort. Waardoor er helaas vele mensen zijn omgekomen. Personen die bezig waren goud te zoeken. De kleinschalige goudzoekers, de poknokkers van Lekvawekaring. En dat heeft ons allemaal ernstig geschokt als regering. We hebben net het parlement geïnformeerd. Wat we als regering gaan doen is namelijk onmiddellijk maatregelen getroffen om te kijken of er overlevenden zijn. Daarvoor zijn er eenheden gestuurd van het leger, van het Korps Politie Suriname en NCCR om onmiddellijk na te gaan of er nog levenden kunnen zijn om die maatregelen te treffen. Tweede is namelijk dat die personen die zijn omgekomen hun lichamen te bergen. Er is een coördinatieteam aangewezen binnen de regering van de ministers van Justitie en Politie, Defensie, Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën en ROS en ook het Openbaar Ministerie om dit proces goed te begeleiden. En het gaat om heel wat activiteiten. Eerste instantie is namelijk redden van mensen als die nog gered moeten worden, rescue. Tegelijkertijd het bergen van de lichamen. Communiceren met de lokale gemeenschap, met de overige poknokkers. Communiceren met het traditionele gezag. Handhaven van orde. Tegelijkertijd zorgen ervoor dat er een technisch unit is. Bestaande uit eenheden van het leger, politie en CCR. En andere diensten die nodig zijn om te zorgen dat het proces goed begeleid wordt. Ook voor wat betreft de identificatie, het forensisch onderzoek. Er komt een onderzoeksteam onder leiding van de procureur-generaal om dit incident, dit ernstig incident, goed te onderzoeken. Er komt een nazorg naar nabestaanden, maar ook naar alle personen die daar werkzaam zijn en de leefgemeenschappen, dat zaken goed begeleid wordt, goed geïnformeerd wordt. En tegelijkertijd is het een ernstige schok voor ons als land. We willen ook een moment dan vaststellen van nationale rouw. Daaromtrent krijgt u meer informatie als samenleving. Maar voor dit moment proberen we alles te doen als regering. En de minister van Buitenlandse Zaken die wacht op een verzoek als het moet komen. Namelijk dat we bijstand inroepen van het buitenland. Daarvoor zijn er reeds al voorzieningen getroffen. Afhankelijk van de bevindingen van onze experts die op dat moment aanwezig zijn. Vanuit de regering hebben we de vice-president gevraagd om naar het gebied te gaan. Om alles goed namens de regering ook goed te coördineren. En voor de rest wens ik de Surinaamse samenleving te condoleren. Veel sterk toe te wensen, met bijzonder de leefgemeenschap daar, voor de nabestaanden van alle personen die omgekomen zijn. En laten we blijven bidden als samenleving. Laten we als land blijven bidden voor de zielenrust van de personen die omgekomen zijn. Maar laten we ook bidden voor alle nabestaanden, dat ze steun en kracht kunnen vinden met ons gebed. En laten we als land alles doen dat we zulke incidenten nooit meer mogen krijgen. En daarvoor hebben we al afgesproken dat de ordening goudsector ook strakker en strenger aangepakt zal worden. Er is eerder vanuit de regering opgetreden tegen deze groep, enkele weken nog, maar men is teruggekomen. Helaas nu met het fatale gevolg. Het is zeer ernstig voor ons als samenleving, maar tegelijkertijd moeten wij ook rekening houden dat op dit moment een moment is dat we medeleven moeten betonen aan alle personen en familieleden die een stukje betrokkenheid hierbij hebben en medeleven met de totale samenleving van Suriname.